De nieuwe BMW X1. Dit bepaald model is een X-Line. Kun je goed zien eigenlijk aan de velgen en de iets robuustere uitvoering. Het is een 2 liter diesel. Het heeft ook een hele reeks aan opties. Te beginnen de comforttoegang. Dat kun je ook goed zien eigenlijk aan de streepjes. Met de streepjes kun je de wagen op slot doen. Dat kun je ook zien, pinnetjes naar beneden. Steek je gewoon het hand achter het handvat. Kun je de wagen open doen. Het is een leren interieur met heel veel opties. Om er maar een aantal op te noemen. Het is automatische lichten, cruise control, pedals aan het stuur. We hebben daar dan ook de automaat, de grote display met Navi Pro, een automatische airconditioning, head-up display en natuurlijk niet te vergeten panoramisch dak. Een zeer uitgeruste wagen. We gaan er eens rondlopen. Het is een wit metallic kleur, mineraal wit genaamd. Het heeft ook een achteruitrekcamera. Kun je daaronder ook zien. Het is een elektrische achterklep. Dus eigenlijk gewoon het knopje duwen. En de klep gaat open. De knop zie je dan ook hier. Juist bovenaan. Het heeft ook nog een aantal knoppen achter in de koffer. Zoals deze en die. De onderste is eigenlijk voor de 12 volt. Dus voor eventueel een frigobox in de koffer te zetten. Deze aan de rechterkant en aan de linkerkant is voor de zetels plat leggen. Dus ja, heb je een hele diepe koffer. Kofferklep terug naar beneden doen. Volledig automatisch. Heel gemakkelijk. Hier hebben we ook de streepjes, dus ook het gemak van de comforttoegang. Leren interieur, zoals ik al zei. Heel mooi vernieuwd. Dan gaan we misschien eens aan het stuur gaan zitten. Staat bij ons bij Autofrank. Iedereen welkom natuurlijk. Mocht je hem eens in het echt willen zien. Heb je graag eens een tester geboekt. Mag je ook ons contacteren via de website of rechtstreeks op ons telefoonnummer. Ik zal een aantal info in de link beneden zetten. Zodat je heel gemakkelijk bij ons terechtkomt. Binnen in de wagen hebben we het infotainment systeem en natuurlijk keyless starten, rem induwen, startknop en de motor schiet in gang. Dan krijgen we direct ook de grote display met redelijk wat functies. Je hebt de iDrive controller, zie je ook hier. Kan je alles mee bedienen op het scherm. Gewoon draaien, kom je aan de verschillende menus. Bijvoorbeeld media, radio, daar kun je eigenlijk alles gaan terugvinden van toestellen die je kan verbinden, van telefoons, iPods, USB, CD en natuurlijk ook radio. Het volgende menu gaat eigenlijk over de communicatie, alles wat dat te maken heeft met zowel BMW berichten als met berichten van je telefoon. We hebben dan gewoon navigatie, adres invoeren natuurlijk voor de verschillende plaatsen waar je moet zijn. Kan je ook van eerst keer eigenlijk rechtstreeks gaan inspreken. Dus pak dat je zegt van ik wil navigeren naar de Olsense Steenweg 59 in Kruis-Uithem. Dat is ons adres natuurlijk. Kun je dat ook gewoon rechtstreeks doen. Connected Drive is het volledige multifunctionele platform van BMW zelf. Daar kun je dan een account aan maken en eigenlijk verschillende functies gaan doen. Daar heb ik een andere video voor. Die kan ik ook linken hier beneden. Mijn auto, alles van instellingen, van tijd tot portieren, tot automatisch dichtgaan van de zijspiegels. Een aantal bestuurdersprofielen kan je instellen voor verschillende chauffeurs. En natuurlijk ook de veiligheidssystemen. Kun je ook zien hier aan de lichtgevende ronde cirkel. Zullen we hierop drukken, krijgen we botswaarschuwing. De configuratie ervan. Voor de rest natuurlijk een automatische airco. Temperatuur instellen, maximum, minder. Terug uitzetten voor het lawaai. Automatische licht- en regensensor. Pedals aan het stuur.
cruise control. En natuurlijk panoramisch dak. Mocht je nog meer informatie willen, mag je ons zeker contacteren. Of natuurlijk kan je ook een kijkje nemen op onze website. Bedankt voor het kijken.